Pascal, je vertelde net dat je niet wil eindigen... hoe moet ik het zeggen? Eenzaam, maar vooral lui of zo? Ik ga mij vooral goed amuseren. Ja. Ik kan niet echt zeggen dat ik daar naar uitkijk, maar ik ga er iets heel leuk van maken en ik kijk er niet op tegen om oud te worden. Nee, maar je hebt ook eigenlijk een heel goed voorbeeld. Jouw man, ja, die blijft toch maar bezig. Ja, die blijft bezig. Ik denk dat dat ook de enige mogelijke manier is om bezig te blijven in het leven als je stopt. Waarom zou je stoppen? Het is ook iemand die heel veel interesses heeft, heel veel... interesse heeft in het leven. Er zijn zoveel leuke dingen om te doen, te lezen, te beleven. En ik vind dat eigenlijk heel fantastisch. Vanmorgen zijn we alle twee dan vertrokken, ongeveer op hetzelfde uur. En dan bellen we naar elkaar. En veel succes. En ja, jij ook. En ja, dat is juist heel tof. Alleen later, denk ik, doe je het meer in projecten en doe je het op je eigen ritme. Die luxe heb je dan. Ja. En dan doe je alleen maar de projecten die je nog tof vindt. Maar dat is juist heel leuk. Jullie zijn vorig jaar 25 jaar getrouwd. Ja, klinkt lang, hè? 25 jaar. Dat is ook wel lang in deze tijden. Dat is waar. Nu, Jan Bon die vertelde hier enkele weken geleden dat zijn huwelijk op de klippen was gelopen omdat hij te weinig thuis was. Ja. Philippe Peters, die is, denk ik, volgend jaar kent hij zijn vrouw 20 jaar. En hij zegt dat een huwelijk vooral hard werken is, maar dat iedereen eigenlijk maar wat doet. Ja, wat is dan... Voilà, ik ga me er nog eens voor zetten. Jullie geheim? Ja, als een huwelijk hard werken is, dan denk ik... Ik heb dat nog eens gezegd en ik heb er toen veel reactie over gekregen. Ah ja, bereid u dan maar voor. Dan denk ik dat het niet goed zit. Ik vind een huwelijk... je moet er ergens spontaan naar eens komen. Ik denk dat het begint met heel veel respect te hebben voor elkaar. Ik wil Paul niet veranderen, Paul wil mij niet veranderen. En ik denk dat we het beste in elkaar naar boven halen. En we kussen altijd met volle maan. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Sorry? Nee. Ik denk met volle mond. Ook met volle maan. Nee. Alleen maar met volle maan of anders ook? Nee, dat is een joke. Onderweg naar hier zei ik van, ja, Evi gaat me van alles vragen. Waarop Paul zei van, zeg dan vooral dat we graag kussen op volle maan. Ah. En dat is eigenlijk een joke als het volle maan is, maar dat is gewoon een heel leuk romantisch moment. Dan wil ik altijd kussen met de volle maan in het zicht. Dan moeten we bijna naar de volle maan kijken en kussen. Dat is altijd heel grappig. Het is een aanrader. Het bevordert de romantiek binnen een relatie. Film eigenlijk een beetje. Ja, hoe moet ik mij dat voorstellen? Ga je dan buiten staan? Ja, uiteraard. Maar dan plots zie je volle maan. Oei, volle maan. En dan ga ik een plaats gaan zoeken van kom, we moeten kussen in de volle maan. Ik vind dat fantastisch. Ik denk trouwens, het zijn die kleine dingen die het verschil maken. En je moet de spirit er nog altijd in houden. Maar jullie zijn nog altijd verliefd op elkaar. Jij zit hier nu echt met een grijns tot achter uw oren. Het is waar. Het is waar. Ik zou... dat is waar. Ik ben nog altijd heel, heel verliefd. Heel bizar. Ja. Ik vind het ook heel tof. En dat is iets wel... Ik hou de vlam er ook in. Werken, ik denk dat dat gewoon niet juist is uitgedrukt. Maar je moet er wel... je moet er op deze plaats in geloven. Mm-hmm. Dat is het belangrijkste. Dat is net hetzelfde. Geloof je in sprookjes, dan bestaan die. Dus je moet het waarmaken. En ik ben iemand die mijn eigen wereld creëert. En ik geloof heel hard, vroeger al, in een grote, ware liefde. En ik wil ook dat dat werkt. En ik heb geluk gehad om een partner te vinden die diezelfde waarde deelt. Ik denk trouwens, wat dat betreft, dat ik hem veel ook heb kunnen leren. En hoe we met elkaar omgaan, dat respect. Ik vind het zo fijn hoe Paul mij steunt, hoe hij... Maar die man is ook nog gewoon altijd keismoor verliefd op jou. Pascal is voor mij de perfecte vrouw, omdat ze een passionele vrouw is in alles wat ze doet. Ze wil alles beleven, ze houdt van de natuur, van de zee, de maan. Van de volle maan bijvoorbeeld. Daar kan ze intens emotioneel op reageren. Ze is creatief, ze wil alles leren en daar ook iets mee doen. Denk maar aan het koken en het pottenbakken bijvoorbeeld. Of haar aandeel in de discussie over gezonde voeding. En ze is even passioneel in de liefde als in haar werk. Je zei daarnet, zou je huilen? Dit is het. Oh, dat is zo mooi. Ja, maar dat heb je nu opgenomen. En heeft niks verklapt? Nee. Nee, hij heeft niets verklapt. Ik vind het heel mooi. Ik zou niet kunnen leven zonder passie. Passie is mijn leven, passie is de drive. We hoorden dat daarnet van het magische getal 27. Het zijn allemaal heel passionele mensen.
Als je met passie leeft, dan voel je gewoon het leven. En ik zou nooit kunnen leven zonder passie, maar het heeft soms wel zijn valkuilen. Passie is iets wat ook wel zwart-wit, heel diep kan gaan. Maar ik zou nooit zonder kunnen. Dus ik ben heel blij dat ik een man heb gevonden met wie ik die passie kan delen en die die passie ook naar boven haalt. Niet zonder passie en niet zonder Paul. Voilà. Nee. Droog die traantjes maar, hoor. Dat is belachelijk. Nee, dat is niet belachelijk. Show over.